Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag Koningsdag, dus dat betekent dat de koning jarig is. Het is misschien een beetje een andere, ja, een beetje gekke Koningsdag. Maar ja, het is niet anders. En kijk eens wie we hier hebben. Kom, we gaan ontbijten. We gaan ontbijten met een heerlijke oranje tompoes. Toch? En allemaal lekker in het oranje? Zeker. Nou, we zitten nu in de auto. En we gaan eventjes tompoesje brengen bij opa en oma. En straks ook bij andere oma. Nou, hoi. Ik ben nu dus bij opa en oma. En kijk eens. Zeg eens hallo. Hallo. Kijk eens hoe wij verwend zijn met mooie alle tekeningen. Creativiteit en schilderwerk van Noa. Nou, daar zijn we heel blij mee. Wij gingen dus eventjes een tompoesje brengen. En wij zitten gezellig hier op 1,5 meter afstand. Die is niet op 1,5 meter. Jij hebt rood aan, geen oranje, maar het zit wel in de vlag. Doei, oma! Doei! Nou, omdat het zo lekker weer is, gaan wij eventjes lekker een stukje fietsen. Dus let's go! Nou, we zijn eventjes gestopt bij een boerderij om lekker een ijsje te halen. En ja, je hoort al een beetje, er zijn koetjes en vanmorgen is er een tweeling geboren. Dus daar gaan we even kijken. Daar zijn ze, zie je dat? Hi! Dat is wel die koekje, hè? Let's go! Fietsen. Nou, dit was de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik kwam er net pas achter dat ik het hele filmpje ben vergeten af te sluiten. Het is nu inmiddels alweer 2-3 weken later. Maar het was wel echt een superleuke Koningsdag. Ondanks het wel een beetje gek was. Want het is natuurlijk het coronavirus is dus natuurlijk bezig. Dus vandaar dat opa en oma wat verder van elkaar af zitten. En omdat we nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden. En nog veel meer maatregelen. Hopelijk is dat snel weer voorbij. En dat we gewoon weer een normaal Koningsdag kunnen vieren. Maar alsnog, deze dag was wel super leuk. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet eventjes niet een duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!